Yes, yes, het is goed gegaan. En ik mag haar al ophalen. Oh, gosje. Yes, yes, het is goed gegaan. En ik mag haar al ophalen. Ze was al wakker, ze was nog een beetje wankel, maar ja, eer dat ik daar ben, dan is het weer over allemaal. Het is helemaal goed gegaan en ik mag haar ophalen. En ja, inderdaad, het kost 330 euro, maar dat had ik verwacht, dat wist ik van tevoren. Dat was me al bekendgemaakt, et cetera. Dus ja, we gaan haar ophalen. En jullie gaan natuurlijk weer zelf mee, ja! Geweldig, toppie, ik ben blij, ja. Ik zal eerst naar de wc en mijn jas en zo hoort aan doen en dan gaan we weer die kant op. Dus ja, het tuigje dat zit al in de tas, daar gaan jullie bij. En bij buiten nog zal ik die riem al omdoen, et cetera. En dan pak ik jullie erbij en dan lopen we naar binnen. En ik probeer alleen om mijn portemonnee mee te nemen, niet mijn tas. Ook al zitten mijn papieren daar wel in, nou ja, als er wat gebeurt, ik zat daarmee. Ik heb mijn tas er niet bij hebben, nee. Maar ja, maakt niet uit, ik ben clever genoeg hoor, ja. We gaan er halen, jullie gaan mee. Punt. Tot straks. Nou, lieve vrienden, we zijn gearriveerd. Enkel, ik sta nu aan de achterkant. Dus ja. Lopen we naar de zijkant toe. En ja, er zijn natuurlijk mensen aanwezig, dus ik zal naar de grond toe moeten richten. Dat mag niet, hè, anders nee. Maar daar hebben we allemaal begrip voor en respect. Maar we zijn er in ieder geval. Oh. We zijn er. Er is geloof ik hier niemand. Nee. Oh. Daar waren we. Hij schijnt. Oh, mijn rug. En mijn knie. Dat is niet pijn. Die zit in de douche. En ze krijgt nog even een pijnstiller mee. Ja. Is eenmaal daags een halfje. Zit er drie in, dus voor 6 dagen. Vandaag een injectie gehad. Het staat erop hoor. Oké. Okay, dus vanaf morgen. Waar ken ik binnenstof? Hier aan de rechterkant staat hij. Ja, eigenlijk moet je 1,5 meter afstand houden meer. Het werkt niet over de algemene. Nee, hè? Op de zijkant. Aankoord. Helemaal goed. Gewoon ook niet anders. Wel even wat vakantiegeld ook. Kijk, vergeet deze niet mee te nemen. Nee, ik weet nog niet waar ik het later moet. Even wachten. Die moet daar weer tussen. Moet ik even daarheen. Die kan er denk ik bij het potje nemen. Want wat ik zei, ik heb de klas nog niet mee. Nee, precies. Nou. Bij de telefoon. En dan pakken we die hoor. Nou, zal ik er even pakken. Mag je mee naar huis? Oké, mijn meisje. Oh, mijn meisje toch. Wat een hele mooie ding aan. Ze heeft, dus dit zorgt ervoor dat ze niet aan de wond kan. Ja? Als u eruit laat, even dit achter loshalen. Ja? En na 10 dagen mag het los. En mag ik dat ding houden? Dit mag u houden, ja. Oh, wat goed. Dus mocht ze een dierenwondje hebben of iets, dan kunt u dat even houden. Oh, heel veel beter dan een kapje. Kusje. Oh, ze heeft zoveel verdriet. Oh, gosje. Oh, je hebt zoveel. Wat ben je mooi. Wat is dit ding? Ja.
Nog een keer in die verzamel. Oh, nee. Nee. Oei, ja, mijn meisje. Heel even, kunt u... Heel even wat pakken, hoor. Oh, gosh. Laat deze nog maar eventjes om. Wat is dat? Nou, ze heeft een bruinule gehad. Wat is dat? Ja, dat is zeg maar een naaldje wat erin gaat. En ja? Daarmee kunnen we de narcose toedienen. Oh. Maar die hebben we eruit gehaald. Maar omdat je natuurlijk een bloedvaatje aanprikt. Ja. Dus laat dit er nog maar even goed om. En hoe lang moet het erom blijven? Nou, kijk even. Over een uurtje of zo mag het eraf. Kijk, zelf heb ik van dat verband niet, hè? Nee, maar dat hoeft niet, hoor. Oh, meisje toch, een kind. Oh, liefje. Jij bent een snoepie van me. Want het zit vrij strak nu. Ja? Dus als u thuis bent en dan over een half uurtje mag eraf, anders krijgt ze een hele dikke poot. Ja, dat moet ook niet. Oh, gosje. Nou. Hé, nou, we gaan lekker weer kandelvasje aan het zoeken. Ja! Oh, gosje. Nou, we zijn dus thuis, zoals jullie al licht zien. Het is 12:31, hè? Ja. Oh, kijk eens naar Rijka. Ga die maar behandelen. Ja, Rijka, heb au. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen, het was 12:31. Het is inmiddels 32. En 1 uur mag dat bandje er weer af. Dus we zullen het hopen dat het al goed is. Oh, gosje. Maar ze hebben wel een leuk dingetje aan, ja. Geen soap van de winter aan als het koud is. Ik weet bij hoog en belaag niet wat er echt nou eindelijk daarop staat. Ik zet er maar aan één kant erop. Hopie. Nou, zo heeft ze de hele weg dus ook op de booster gedaan. En natuurlijk heb ik op de booster heel voorzichtig en heel langzaam gereden. En niet voluit, want ja, hier in Helder zijn er bijna geen wegen te vinden voor waar ik mag rijden en kan rijden zonder heuvels en dal en kuilen en gaten en hobbels enzovoort. Dus ik heb alles geprobeerd te ontwijken. Maar... We zijn thuisgekomen en daar gaat het om. Medicijnen worden gekregen. Morgen mee beginnen. Ze heeft er nou een injectie ervoor gehad. En ze zal zo meteen lekker weer indutten. Dus ja, we laten er lekker slapen, zou ik zeggen. Ik ga zo verder met een vlog in elkaar zetten en even een plaatje voor mijn papa maken, voor mijn hij, die had morgen ook jarig kunnen zijn. Maar ja, dat mag hij in de hemel vieren met de rest. Dus ja, we zullen het beleven. En ik ben ook een beetje moe, dat ik ga lekker een bakje koffie nemen. Misschien dat ik ook zometeen even een uiltje ga knappen, ik weet het nog niet. Nee, ik wil haar ook niet alleenig laten. Maar ja, we zullen beleven hoe we dat gaan beleven. Ja, we zullen het echt wel beleven. Hé, ja, wat jou. You win. Ja, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer thuis met Rijka. Want ik heb even een blokje gelopen. Het gaat zelf af van, vrouwtje, ik wil eruit. Oké, dat kan. Gebeuren. Ja, er zit wat in mijn oog. Die prikt. Maar in ieder geval, en dat is lastig. Nu moet er nog een geniezen. Die gaat eten. Rijka mag nog niet eten. Die mag pas rond een uur of zes eten. Dus dan zet ik het pas op de grond. En wil ze dan een keer toeslaan, wil ze niks. Dan laat het maar staan, ja. Maar in ieder geval, we hebben een blokje gelopen en hetzelfde blokje wat ik normaal gesproken loop als ik ook zelf nou ja, haast heb of meer te doen heb dan niks of te veel pijn heb voor mezelf. Dus gewoon het normale blokje.
Maar ik heb er wel langer over gedaan. 21 minuten en 21 seconden om precies te zijn. Nou ja, ik ben wel trots op haar dat ze dat wel weer gefixt heeft. Oké, hier en daar even blijven staan. Deed ze zelf. Bleef ze gewoon staan. Geen stap verder. Wou niet verder. Nou, dan niet. Dan blijf ik voorop staan. Nou, en op een gegeven moment begon ze weer tjok, 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 tjok. En bleef ze weer staan. Nou, ja, dan blijf ik maar weer staan. Ja. Daar doe je niks aan. Ik luister dan op dat moment naar haar lichaamstaal. Nou ja. En ik begrijp het volkomen. Ja, ik begrijp het helemaal volkomen. En nou ligt ze lekker in een mandje weer. De mand wordt naar voren gehaald. En die heeft ook meer voor de tuindeur gestaan omdat daar de zon was. Maar ja, de zon die verdwijnt nog een klein beetje. En ze wouden net al wel naar buiten toe. Maar dan gaat ze in het zon leggen. En dat vind ik een beetje onhygiënisch. Ja, daar wachten we nog maar even mee. Totdat het klaar is. En wat is een mekkerkontje? Ja, Mareel. Ja, een eeuwen die wou beide in de mand gaan leggen. Ik zei, doe dat nou nog maar niet. Morgen of zo, prima, maar nu nog niet. Ze moeten rijken, moet eerst lekker even tot rust komen. Dat die koos helemaal fatsoenlijk uitgewerkt is. Want ik merkte dat het nog steeds niet eruit is. Want ze is helemaal dingy. Ja, ze loopt gewoon een beetje te slingeren. Nou, dat is niet goed. Nee. Ja, meisje. Ja. Dus ja, het is afwachten. Het gaat wel goed. Het ziet er netjes uit. Keurig ziet het eruit. Nou ja, en ik heb dat gekke ding al uitgedaan en al. Dus dat is allemaal goed. Ja. En ik wist niet hoe die uit moest. Oké, vannacht zitten de drukketjes. Maar dan moet je naar boven toe rollen. En dan moet je eerst het ene pootje eruit halen en dan het andere pootje eruit halen en dan het kopje pas. Maar ja, ze heeft er ook een poepje in gedaan. Nou ja, dat maakt niet uit. Daar kun je niet kwaad om worden. Dat kun je tijdens de operatie, nee niet tijdens de operatie, maar na die tijd dat ze het pakje aan had. Kan ze dat hebben gedaan? Nou ja, daar letten hun niet op. Nee, daar zijn hun niet voor. Ja, meisje. Hey, ja, kind. Nou, maar in ieder geval, ik ga weer verder met mijn vlog, want er was het fout gegaan, dus ik kon helemaal weer opnieuw beginnen. En ik ga even een bakje koffie maken, daar ben ik ook aan toe. Ja, en ik ben ook zo moe. Hé, dat rijdt ook nog een keer. Ha! Maar oké, we gaan gewoon door en ja, we zien wel waar het schip strandt. Ja toch? Zo zeg het tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik was bijna wat vergeten. Ja, ik zat met Jan van Dam in gesprek. Die moet ik zo weer even bellen. Terwijl ik jullie ook in gesprek, met jullie in gesprek ben. Want ik zou een tekortekooltas halen. Dat is helemaal weer vergeten. Jij hebt eten staan, dan nou, ga dat maar eten. Maar ik bel ook Jan even. Ja, want dat had ik beloofd. Ik bel je zo meteen weer terug als ik weer terug ben. Nou, dat ga ik nou ook dan doen. Dus dat komt goed. Kijken of die ook dan nog thuis is. Want dat kan nog wel op de wc zitten. Dat weet je niet. Nee, dat weet je gewoon niet. Dus we wachten af of die opneemt. Ja, toch? Ja, dat gaan we gewoon doen. Kijken of die opneemt. Ik hoop het. Want dat was wel beloofd. Maar hij neemt nog niet op. Nee, hij neemt nog niet op, nee. Waarom neemt hij niet op? Misschien boodschap doen ook? Ja. Hij neemt op, hij neemt op. Ja, ik ben gelijk aan het vloggen, dus ja. Ik ben weer dus terug en dan gaan we uitpakken wat er in die tas zit. Enkel het eeuwen die is een beetje lastig aan het doen. Hey. En dat vind ik weer niet zo leuk. Kom er eens af. Weg, weg, weg. Nee, je hebt eten staan daar. Dus, nee, we gaan kijken wat erin zit, Jan. En dat is altijd leuk. Want ik kijk niet in die tas. Nee, ik graai. En ik voel een bakje. Wat het is, weet ik niet. Ik kijk niet. Ik denk zomaar groente, iets met groente weer of zo. Ja.
geld gebruiken. Nou, ik ga kijken. Nee, watermeloen, en dat lust ik niet. Dat lust ik niet, watermeloen. Oh, jakkie bak. Is wel lekker, maar... Ja, maar ik lust het niet. Gewoon door de midden snijden en dan kan je, ja, of in ieder geval... Ik vind wel iets anders. Dat is een lunchsalade met gerookte kip er doorheen. O ja, ja, die ken ik. Ja, die ken ik. Die heb ik zelf ook wel eens. Die meloen, daar staat geen bedrag op, geloof ik. Nee, dus dat weet ik niet. Die lunchpakket is van 3,49 naar 2,27, maar je moet rekenen 3,49. Ja, met afspraak. Ja, maar je moet rekenen 3,49, de normale prijs, die moet je berekenen. Ja. Gemarneerde kambas, oftewel garnalen, van die hele grote joekels. Zijn die vis... Ja, 4,49. Oh, 4,5, 3,5, dat is wel 8. Ja, maar nou heb ik een hele grote doos, dat is, weet ik niet. En die meloen, dat is... Oh jeetje. Nou? Even wachten, ik zoek eerst de prijs even. Yep. 4,49. Dat is om lasagne te maken. Zoiets. Zelf. Nou, ik heb nog nooit van mijn leven lasagne gemaakt. Dus ja, dat... Nee, ik ook niet. Ik heb met de kant-kanten klaar. Ja, ik ook. Maar weet je wat het is? Je kunt toch ook andere dingen ervan maken? Ja. Kom nou. Ja. Zijn meer mogelijkheden. Maar ik heb betaald 3,99. Dus zeg maar 4 euro. Nou, dat is dan, die doos is al 4,49. 4,5, plus die 3,5 voor die... Ja, maar dan die gemarneerde gamba's, ja. Die is 4,49. Dat is 4,5, jammer dat 3,5 wat je net had. En de gerookte kip lunchsalade is ook de 3,49. Dat is het is allemaal die twee zijn 3,49, die groentepakket is 4,49 en die watermeloen, dat weet ik niet. Nou, dus daar staat er ook niet op de achterkant, want dat is gewoon een code om te scannen. Ja. Dus ja, en ik lust het niet. Nog gaat de vriezer in hebben, komt wel weer goed. Misschien dat mijn buurvrouwtje hierachter het wel lust. Ja, dat denk ik ook wel. Ja hoor. Fabiola lust het denk ik wel. Ja, daarom. Ja, ik heb het wel eens gehad. Ik koop ze niet zo gauw. Maar ja, garnalen lust ik wel. Ja, jij niet dan? Bakken of zo, of koken? Of... Dat weet ik veel. Ze zijn gemarineerd, dus ja, je moet ze bakken dan, hè? Ja. Of, wacht even. Ja, die heb ik weinig gehad, dus. Dat weet ik niet als ik dat zal lusten. Ingrediënten, 88% voorgekookte... Oh, ik moet even naar Rijka toe. Die is zo'n piepen. Wat is een meisje? Hé, wat is er? Hé? Het komt toch met jou? Jij, ja, meisje. Maar wat wil ik nog zeggen? Ik weet het al niet eens meer. Met die gambas, die vlieg. Oh ja, ja. Voorgekookte... Voorgekookte witpootgarnalen. Schaaldieren, oh ja, dat wat op. Ja. Bereidingswijze, de garnalen uit de plastic verpakking, maar ja, de prijs zit er overheen, dus dat kan je niet eens iets fatsoenlijk lezen. Ja, dat is zo. Haal de garnalen uit de plastic verpakking, barbecue of grill, leg het aluminium schaaltje op de barbecue en grill de garnalen 3-4 minuten halverwege keren. Nou, dan kan ik het ook bakken. Simpel. Ja, zeker. Want je grill kan je ook bakken. Ja. Zo simpel als het maar kan. Zeker weten. Ja, nou, dan gaat het in de koelkast bij mij.
En dan zullen we zien hoe we, en dat de lasagnepakket is een verspakket met tomaten, paprika, wortel, prei, ui, lasagnebladen, lasagnesaus, knoflook, rozemarijn en tijm. Bereiding 25 minuten. Oven behoort op de 200 graden. Aantal personen 3 à 4. Nou, en ik ben maar alleen. Waar haal ik die andere nou vandaan? Ja. Karin, Roderick. Jij? Karin, Roderick. Of Corrie, heb je nog? Ja, die heb ik ook nog, ja. Bijvoorbeeld, ik noem me wat op hoor, dus ja. Maar het ziet er in ieder geval lekker uit. En voor die prijs, ik bedoel, hè? Ja. Het zijn toch in principe weer 4 dingen. Ja, en je hebt altijd kans dat je iets erbij hebt dat jij niet lust. Nou ja, je hebt pech. Geef je dat maar weer aan een ander. Ja. Ja hoor. Ja toch? Ja. Zeker te weten. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond. En moet je nog eten zoals ik, dan zou ik zeggen smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond, dat zei ik al. Voor later op de avond, welterusten, met mooie dromen, gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan, doei!